De Vereniging van Economisten in Suriname, de VES, heeft afgelopen maandag een mini-seminar gehouden met als titel Islamic Finance for the Private Sector. Het doel van het seminar was om private bedrijven te informeren over nieuwe mogelijkheden die Islamic Finance te bieden heeft. De Islamic Corporation for Development, ICD, is van mening dat de private sector de motor is voor economische groei en welvaart van de bevolking. Volgens Maureen Bajuri, directeur van Trustbank Amana, is een sterke private sector belangrijk bij het brengen van duurzame economische ontwikkeling in een land. En uiteraard, dat is daarnaast vereist een goed functionerende overheid. Maar vanavond zullen we dus horen van beide heren hoe Islamic Finance werkt in de praktijk en wat het kan betekenen voor u als private sector. Zoals u bekend, we hebben in december 2017 Trustbank Amana gelaunched als de eerste Islamic bank in Suriname en ook in de regio. En wij streven ernaar om naast de primaire bankproducten, u allen bekend, ook nog noem het investment bank producten aan u aan te bieden tezamen met de ICD. Serva Dynamic Holdings uit Maleisië is een van de bedrijven die een financiering heeft ontvangen van de ICD. Directeur Losli Bin Hamad gaf aan hoe belangrijk deze financiering is voor een bedrijf uit de private sector. So, one of the reasons why we can do this is basically boils back to the strength of our financial position. When we were a young nation after independence, 1960 is very poor. Income per capita also very low. So, arising from that, the government create what they call it a government linked agency company. These are the companies that are given the mandate to do a proper investment to generate return for the country. So, arising from that, our GDP contribution to the country has increased so many, even 1,000% from independence. Example now, our top major GLC include Petronas, as you know, one of the few companies listed under the Fortune 500. Tenaga Nasional is our national electricity company. Malaysia Airport, they manage with a specific specialization in each industry. Rosli Bin Hamad, directeur van Serva Dynamic Holdings. Hij sprak afgelopen maandag tijdens het mini-seminar Islamic Finance for the Private Sector. Het seminar is gehouden in de bankethal van Hotel Terrarica.